Goedemorgen. Wij zijn wakker. Het is best laat volgens mij. Even kijken. Oh, 11:15. We zijn er net uit. Ik ben net aangekleed. En ik ben een eitje aan het koken. Goedemorgen. Het is echt vies, vies nat weer. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op de achtergrond, maar het regent. En ja, dat wisten we van tevoren. Het gaat de hele dag regenen. Dus wij gaan gewoon lekker binnen zitten. En wij moeten straks terug naar Urk, want wij hebben een feestje. Dus wij zijn er eigenlijk ook niet vandaag. Dus dat scheelt. En morgen wordt een mooie dag, zeggen ze. Dus dat houden we maar gewoon eventjes in onze achterhoofd om deze dag door te komen. Maar het is echt triest. Het is grijs en ja, je ziet ook niet zoveel mensen natuurlijk hier nu lopen, want die zitten allemaal binnen. Dus het is gewoon even, ja, gewoon even gezellig maken binnen nu. En jullie vragen je vast af hoe wij hebben geslapen. Nou, ten eerste, wij hebben heel goed geslapen op ons super, super brede bed. Wij zijn natuurlijk het bed vanuit de buscamper nog een klein beetje gewend. Dat was 1,10 meter. En hier slapen we op 1,75 meter. Dus ja, dat is nogal een verschil. Dus wij konden gewoon lekker draaien. Zonder dat te hoeven melden. Dat was wel, nou ja, een luxe natuurlijk. En hoe ga ik nu naar binnen komen? Wil jij mijn pantoffeltjes eventjes neerzetten, Nel? Oh, top. Het slapen ging dus goed hier. We zijn wel wakker gemaakt door de herten. Of in ieder geval, ik ben wakker gemaakt door Nel, want ik ben er zelf niet wakker van geworden. Ja, dat wou jij. Ja, ja, ik had er gevraagd aan jou. Dus vannacht, ik weet niet hoe laat het was, ik heb ook niet gekeken. Volgens mij, ik denk rond 1 uur of 3. En daar kwam er toch een partij geluid uit die bos hier. Niet normaal. Maar het is, ik vond het best wel een beetje... Ja, het had ook wel iets... ja, hoe zeg je dat? Niet lugubers misschien. En niet luguber, maar gewoon het idee dat die herten hier om je caravan heen lopen. Ja, ik weet niet. Ik vond het wel heel mooi. Ik vond het echt, echt een belevenis. Want wij hebben ook een keer ons opgegeven voor een burrelende hertentocht. Dat hebben we toen met 2 collega's gedaan. Dan kon je met een boswachter de bossen in. En in de bronsttijd. Toen zijn we, dat hebben we gedaan, maar dan moest je in een bos gaan zitten, in het donker. En dan moest je eigenlijk maar afwachten, hopen, dat die herten gingen burrelen. En we hebben het toen wel gehoord, maar dat was echt, ja, dat was nog veel verder weg dan dit. Ze staan hier praktisch gewoon naast de campers en caravans. Dus zo dichtbij als dit, als hier. Ik denk niet dat je dat mee gaat maken. Wat vond jij ervan, Nel? Ik, Jij lag volgens mij gelijk weer te slapen, of niet? Ja. Ja, sorry. Ja, ik werd er wakker van en ik heb jou wakker gemaakt en ik dacht, oké, nou. Omdat je dat gevraagd had. Ja. Ik ben nog naar de wc geweest. Oh ja, dat heb jij nog gedaan. Dat heb ik weer niet gedaan. Jij volgens mij een uur uit het raam voor mij gegaan. Ja, ja. Ja, prima. Ja, het is een heel gek geluid. Ja. Het is een soort van blaffende hond of zo, vind ik het. En af en toe wordt je ook een soort gegrom. Ik vind het ook wel iets lugubers hebben met mij. Ja. Als je dan naar buiten kijkt, alles is donker en je hoort dat. Ja. Ja, ze zijn gewoon druk bezig, joh. Ja. Het is echt een... Vrouwen versieren, toch? Ja, een soort van machtspelletje, toch? Ja, dat ze de vrouwen met hun burrelende kunstengeluid gaan versieren, ja. Dit duurt ook lang met zo'n lepeltje. Ja, dat duurt wel een klein beetje lang. Zo is genoeg hoor. We hebben lekkere Griekse yoghurt. En ik ga eens eventjes kijken hoe laat het is. Want wij hebben gewoon echt heel... Ja, 11:15? Dat ik net keek was 11:15. Ja. Het is nu... Ja. Ja, 11:15. Ja, wij hebben zo lekker uitgeslapen hier. Maar ik lag ook best wel laat slapen. Dus dan word je automatisch ook later wakker.
Maar we doen gewoon lekker rustig aan. Want het is gewoon chill en we hebben niks op het programma staan. Behalve dan vanmiddag feestje. Maar dat is pas vanavond. Ja, vanavond. En dan gaan we rond een uur of twee, denk ik, gaan weer weg. Twee, drie uur. En dat feestje begint om 6 uur. Maar dan moeten we natuurlijk ook nog naar Urk rijden. Je wilt ook nog even douchen en dan ook nog even een kopje koffie. Dus voordat we dan klaar zijn, is het 6 uur. En dan vanavond feestje en dan komen we vanavond laat terug. Dus eigenlijk vandaag hier, ja. Weinig. Maar ja. Dat, kijk, en dit is dus ook weer, vinden wij ook weer een voordeel aan de caravan. We laten gewoon lekker de caravan staan, ons eitje. En we gaan lekker met de auto terug naar Urk. Ja, je hoeft eigenlijk niks in te pakken. Je kunt gewoon hier de boel laten staan en vanavond komen we weer terug. En je kunt zo weer je bed induiken, dus dat is ideaal, vind ik. Toch? Zeker. Ja. Maar de regendruppeltjes op het raam. Gezellig hoor. En dan dit uitzicht. Nou, wat willen mensen nog meer? Dat het dan een dagje regent, dat is echt geen probleem. Dit geluid blijft gewoon het lekkerste geluid dat er bestaat, vind ik. Vind ik ook, maar dat heb je tegenwoordig niet meer, hè? Nee, je hebt nu natuurlijk... Nee, wij hebben thuis een Nespresso koffiezetapparaat. Dus daar doe je een cupje in en ja, je krijgt eigenlijk weinig mee van het koffiezetten. Nou, dan hoort je alleen... Ja, maar dit geluid, echt de filterkoffie, dat is gewoon zo... Dat gepruttel, ja, ik vind het gewoon lekker. Komt hij nog een keer. En de geur. Wilt geen cracker? Heerlijk dit, ja. Lekker. Nou, het regent nog steeds. Ik ga even een broodje bakken in de Omnia. Het is ongeveer 1:30 volgens mij. Ik heb helemaal nog geen honger. Maar dat komt natuurlijk omdat wij best wel laat wakker waren. Maar daar gaan wij altijd de mist mee in. Dus ik ga nu gewoon bakken eten. Huppatee. Ik heb kampioentjes. En zoals jullie weten, ik doe zomaar wat. Met die broodjes. Ik denk na een bepaalde tijd, nou, volgens mij kunnen ze er wel uit. En ik heb geen idee, alles op gevoel. Zo, wij gaan richting Urk op weg naar het feestje en wij hadden het zo bedacht, wij nemen gewoon de afwas mee. Dus ik heb net de afwas in de auto gezet en wij nemen ook gelijk even wat vieze kleren mee terug. Dus dat kan dan gelijk in de wasmand. Ja, ik denk als je dan toch naar huis gaat, dan moet je er ook een beetje de vruchten van plukken, toch? Dus het scheelt ons weer een afwas en ook met dit weer.
het is vreselijk nu. Ik denk als je nu naar het sanitair gebouw loopt, dan ben je druisnat. Wij nemen ook gelijk eventjes de porta potty mee. Die zetten we dan in de auto. Ja, alleen de onderkant natuurlijk. En dan als wij straks terugkomen vanavond, dan komen wij langs het sanitair gebouw rijden. En dan leggen wij ook gelijk eventjes de porta potty. Wat zijn wij efficiënt bezig? Echt, hè? Wij zijn weer thuis. Thuis? Wij zijn weer op de camping. Nou ja, we liggen net in bed. Of we liggen. Zij staat er meer naast als dat ze erin ligt. Want we hebben een dekbed met van die drukknoopjes. En die gaat steeds los. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je van die opgepropte stukjes dekbed. Nou, toe maar. Het is een vier seizoenen dekbed die je aan elkaar kunt klikken. Maar die gaat dus steeds los. Maar wij moeten van die knijpertjes. Die waar je het mee vast kan maken of zoiets. Volgens mij bestaat dat. Nou, ze ligt. Nou, eindelijk. Foei, foei. Oké. Okay. Ja, weet je. Ik had hier net gewoon een hoop dekbed. En hier zat niks. Dus ja, dat vind ik dan niet lekker liggen. Ja, en dan is dat drukknoopje weer los. Dat vind ik dan niet lekker liggen. Ja. Oké, okay, nou. Heel weinig gevlogd. Heel weinig gevlogd, inderdaad. Het is 11:15. We zijn er net. We hebben ons gelijk uitgekleed en in bed. Ik ben helemaal gesloopt. Oeh, ik ook. En ik hoop dat we morgen een mooie dag gaan krijgen. Want vandaag was het echt vies weer. Ook niks gedaan daardoor. Dus hopelijk morgen gewoon lekker mooi weer. Dan gaan we wandelen en genieten van de zon. En dan is het weer ook anders. Goedemorgen. Nou, wij zijn net wakker. We zijn wel aardig op tijd volgens mij. Of niet? Ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Nou, we weten niet hoe laat het is. Volgens mij uur of 11:30 of zo. Ja, dan zijn wij lekker op tijd. Is het een uur of 9:30? Ja. Ik ga even kijken, ja? Het is 9:30. Oeh. Nou, Ali is het bed aan het opruimen. Ik sta even met de kussens vast te houden. En dan ga ik een ontbijtje maken. Good morning, sunshine. Het is mooi weer vandaag. Prachtig dit. Ja. Dit is toch gewoon veel anders dan gisteren. Gisteren werden we wakker en toen regende het al pijpenstelen hier. Niks aan. En nu is het gewoon lekker. Er zitten ook mensen buiten te ontbijten. Kunnen wij ook wel gaan doen? Ja. Voilà. En we hebben weer een zithoek. Dit is was. En als jullie aan deze kant kijken. Daar lopen de Schotse hooglanders. We lopen eventjes naar de Schotse hooglanders toe. Want die lopen nu best wel dicht bij het hek. Ik vind het zelf wel heel leuk om te zien. Dus ik dacht, laat het ook even aan jullie zien, want tenslotte staan wij natuurlijk op deze plek ook voor de natuur natuurlijk, maar ook voor de dieren en voor de herten en voor de Schotse hooglanders. En als ze dan zo dichtbij staan, wat een lekker weertje joh. Het is gewoon ook lekker warm of zo. Ik dacht eigenlijk, voordat wij hier naartoe gingen, dacht ik van, nou, ik weet niet helemaal wat het gaat worden met het weer. Ook omdat er gewoon zoveel regen voorspeld werd. Alleen voor deze dag zou het mooi weer worden. Dus wij dachten, weet je, dan doen we het in ieder geval voor één dag. En ik ben echt blij dat we dat gedaan hebben, want kijk dit uitzicht, joh.
Ze zijn zo dichtbij nu. Maar ik vind het ook zo leuk om te zien dat ze nu allemaal kleine kalfjes hebben. Oké, nou, ik ga eventjes richting Nel, want wij gaan lekker een ontbijtje doen. Ik heb ook zin in wat, dat zeg ik ook altijd, maar ik ben gewoon 's ochtends, dan word ik wakker en dan denk ik, nou, ik heb op zich wel zin in een ontbijtje. Maar als wij nu aan het werk moeten, 's ochtends, om 6 uur, dan zitten wij altijd om 6 uur al aan het ontbijt. En dan heb ik eigenlijk niet zoveel trek, dus, maar ik denk dat jullie... Ja, dat jullie dat wel bekend voorkomt, want dat hoor ik wel meerdere mensen zeggen. Als je iets later wakker wordt en vooral op vakantie, dan heb je echt, echt zin in ontbijt. Ik heb net de stoeltjes al buiten gezet. En dan zetten we eventjes de tafel. Oh, moet ik even water halen? Ja. Oké. Nou, we gaan even water halen, mensen. Misschien herkennen jullie dit gebouwtje nog van de vorige video. Maar dit is een klein toiletgebouwtje. Daar kun je even water tappen en eventjes naar de wc toe gaan. Dus dat is super handig. Nou, even water voor de koffie en thee. Voilà. Hoi. Maar hier heb je dus twee toiletjes. En als je nou echt wilt douchen en zo, en wat groter toiletgebouw, dat zit er verderop. Dan moet je wel een eindje verlopen. Maar dit is gewoon prima, zo, voor even snel. En het zit redelijk dicht bij onze caravan, want wij staan een beetje aan het begin. Je kunt ook nog helemaal aan het einde gaan staan, daar tegen de bosrand aan. Maar dat zijn de plekken zonder stroom. Nou ja, dat wordt hem voor ons al niet, want wij hebben gewoon stroom nodig natuurlijk. Maar wij hebben nu een topplekje. Wij hebben trouwens ook gevraagd of wij weer op hetzelfde plekje mochten staan. Want wij vinden dit plekje zo leuk. Aan de linkerkant heb je uitzicht over de Schotse Hooglanders. En aan de rechterkant heb je gewoon uitzicht over het veld. Maar als je nou bijvoorbeeld daar staat, aan die kant, dan sta je ook tegen een bosrand aan. En daar heb je de kans op wild spotten. Is er heel groot. Ik heb water gepakt. Het duurde even, want ik belandde in een gesprek met de buurman en de buurvrouw. En die hebben ook een tap. Ik denk, ze komt nooit meer terug. En die mensen die hier naast ons staan, of in ieder geval één caravan naast ons, die hebben ook een tap en die hebben wat probleempjes met de tap. Dus die vroegen aan mij van, hey, hoe is het bij jullie nu afgelopen met al die problemen? Maar toevallig gaan wij over 2 dagen gaan wij hem naar de klerk toe brengen. Dus onze problemen zijn nog niet verholpen. Maar er is wel, er staat iets gepland. En wij hebben nu al zo goed contact gehad met de klerk. We zijn zo netjes geholpen via de telefoon. Dat mijn gevoel is nu al goed. En dat heb ik ook tegen hun gezegd, want zij zaten bij een ander bedrijf. En dan werden ze ook niet zo netjes via de telefoon geholpen. En ja, je koopt toch een... volgens mij hebben zij hem trouwens ook tegelijk met ons gekocht. In dat seizoen. Ja? Ja. Zij zijn er nu ook voor de tweede keer mee weg. Het tweede seizoen. En wij ook. Oh. Dus dan komt redelijk op hetzelfde neer. En ook nieuw gekocht? Ook nieuw gekocht. Dus... Hij zegt ook van, ja, je koopt ook niet een doosje eieren of zo. Het is gewoon een doosje eieren. Je koopt wel even één groot ei, ja. En dus hij wilde zo eventjes komen kijken bij ons, Nel. Ja. Even bij de deur, want de deur van hun die sluit niet goed. En die van ons ook niet. Alleen die van hun, die, daar komt een hele open rand onderin. Je kan gewoon naar buiten kijken. Dat hebben wij niet, gelukkig. Nou ja, dus dat. Dan doen we zomaar even een koffietje hier. Ja.
Die hondjes van Ilona, die hebben gewoon echt een hondenleven hier. Die lopen hier gewoon lekker los rond. En af en toe springen ze in het karretje. Geweldig dit. Kijk dit dan. Dit is toch leuk, mensen. En die ene hond die heeft een truitje aan. Ook zo leuk. Het zijn allemaal Jack Russeltjes. Kom dan. En ze lopen gewoon los over het terrein. Wat een rust hier. Wow. Wow, die tafel die staat ook op wankele poten. Want die is natuurlijk een beetje glowend. Ja, die tafel die staat helemaal scheef, joh. Die tafel hebben we niet goed neergezet. Nee. Pootjes kun je wel stellen. Maar toch blijft alles er gewoon keurig op staan. Niets glijdt eraf. Dat is waar. Ik ga even kijken hoe ver mijn koffie is. Nou, ik ben even broodjes aan het afbakken, maar het stinkt hier naar fik. Dus ik denk dat het niet helemaal goed gaat. Oh ja, ik zie het al. Die zijkant van dat broodje ligt tegen de zijkant van de Omnia. En dan gaat het verbranden. Maar dat maakt niet uit, het snij ik er wel af. Ali zit er heerlijk in de zon. Wij gaan eventjes bedenken wat wij vanmiddag gaan doen. Het was eigenlijk de bedoeling om te gaan wandelen. Maar we twijfelen tussen een klompenpad en tussen gewoon hier achter de camping op, in dat natuurgebied. Dus ik weet nog niet wat het wordt. Ik stond net even te kletsen met Ilona en inmiddels verbranden een beetje de broodjes. Maar op zich zijn ze nog wel eetbaar. Ik heb de donkere plekken eraf afgesneden en op zich, nou ja, doe maar hoor. Maakt niet uit. Ze zijn een beetje hard, denk ik. Ik doe dit er even op. Zo, wij gaan even lekker wandelen. We hebben besloten om gewoon lekker rondom de camping te gaan wandelen. Dan hoeven we niet in de auto en het is hier ook prachtig. Dus gewoon lekker makkelijk en waarschijnlijk, we hopen dat wij wild gaan spotten natuurlijk. Want de vorige keer dat wij hier gewandeld hebben achter de camping in het Delerwoud, hebben wij veel wild gespot. Dus we gaan dat nu ook beleven misschien wel. En ja, dan wordt dit echt een wandeling dat wij eigenlijk niet zoveel tegen elkaar zeggen. Want je wilt natuurlijk zo stil mogelijk zijn. Dus het wordt een stiltewandeling. Ja. Ja. Maar er is een wolf. Ja, er is gisteren een wolf gespot. Bij de camping, hierachter. Ik heb net een filmpje gekregen van Ilona. En dan is de wolf echt duidelijk te zien. En ja, afgelopen nacht waren er ook niet echt heel veel burlende herten. En dat komt waarschijnlijk ook... Hallo? Hi. Dat komt waarschijnlijk ook omdat hier dus een wolf gesignaleerd is. Dat is wel jammer, want... Ja... Weet je, die wolf die gaat ook natuurlijk lekker zijn gang. Wij spraken net de buurman, de buurvrouw en de buurman. Die komen hier ook al jaren en... Ja, die zeiden ook van ja, als zo'n wolf eenmaal bloed heeft geproefd, dan gaat hij door met moorden. Dus ja, dat is wel jammer van dit gebied, want hier loopt echt heel veel wild. Nou ja, wat doe je eraan, hè? Niks. Yeah.
bus weer terug naar de camping. Hier achter ons, daar is de camping, dus we moeten er even zo omheen lopen. En ik denk dat het ongeveer een kwartiertje lopen is. Als wij nu naar links kijken, dan zien we in de verte onze caravan. Helaas hebben wij niks gezien, geen wild gespot. Dus dat is een beetje jammer, maar we hebben erg druk met wandelaars. Dus. Ja, maar misschien komen we vanavond nog wat tegen op het veld hier. Zoals jullie misschien wel zien, de luifel is ingepakt. Wij kwamen terug en het begon een klein beetje te spetteren. Dus we zijn eigenlijk gelijk begonnen met de luifel inpakken. Maar nu is het weer droog, dus heel raar. Het was waarschijnlijk toch dat ene wolkje wat een paar spettertjes veroorzaakte. We krijgen straks koffievisite van de buren. Dat zijn ook de buren waar wij al eens eerder mee hebben afgesproken. Zij hebben ook een tap. Dus ja, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Dat je dan allebei hetzelfde kampeermiddel hebt. Nelly is koffie aan het zetten. En ja, je ziet eigenlijk best wel veel mensen nu vertrekken. Of in ieder geval opruimen. En ik denk ook dat het komt omdat het morgen ook gaat regenen. Dus ja, dat is wat minder. Maar op zich, ja, we zien het wel. De luifel is in ieder geval droog ingepakt, daar gaat het om. Lukt het? Ja. Volgens mij hebben we de luifel ook nog nooit zo snel ingepakt. Nee? Nee, volgens mij niet. Het was nu echt ging top. 10 minuten werk. Ja. We moesten natuurlijk ook wel een beetje snel, omdat het al een klein beetje regende. Maar ja, gelukkig is dat nu weer hij is droog. Afgelopen. Ja, hij is wel droog ingepakt. Ja. Onze tapburen die staan op het punt om te vertrekken. En ik dacht, ja, ik ga het nog wel even vastleggen. Want hoe toevallig is dit dat wij gewoon naast elkaar nu staan. Twee taps. Kijk hoe leuk. Met honden en al. Dit is trouwens de tap Basic. En wij hebben de tap Metropolis. Ja, eigenlijk is er niet heel veel verschil, alleen de strip. Ja, inderdaad. Wij hebben sierstrips aan de bovenkant. En de Basic stippen heeft dat niet. Ja. En de print zit er niet op bij de Basic. Maar voor de rest is hij eigenlijk helemaal hetzelfde. Ja. En weet je wat nou zo grappig is? Bert heeft deze voor ons gemaakt en nu staan we samen op de camping. Ja, zonder het af te spreken. Ja. Hè? Dit is gewoon puur toeval dit. Ja. En Bert die maakt wandelstaffen. Ja, wel meer dingen toch? Ook kommetjes, lepels. Lepels, ja, alles. En ja, wat ik heel gaaf vind is dat er ook een kompas in zit. En ja, hoe kunstig is dit? Dit is gewoon helemaal zelf handgemaakt van hout. Ja, ik vind het echt heel knap. Is het ook, ja. Nou, en deze was ook iets korter. Kijk, er zit ook nog lengteverschil in. Oh. Hij heeft gekeken. Ja, ik ben natuurlijk iets korter. Ja, iets langer. Dus dan, ja, de staf is er eigenlijk op gemaakt. Ja, ja, heel bijzonder. Ja. En dan nu ook nog samen op de camping. Ja. Ja. Nou, echt. Leuk. Ja. Heel leuk. Oké, nou, wij zijn net even naar de Appiaan geweest in Beekbergen. En ik ga nu koken. En ik maak zoete aardappel met spinazie. En dit gaat er allemaal in. Dat gaan wij lekker eten. Het is best wel een beetje werk volgens mij. Tenminste, heel veel snijden, snipperen en dat soort dingetjes. Maar, we hebben alle tijd. Ali gaat de kachel aanmaken en dan gaan we lekker bij het kacheltje eten. Gezellig. Zo, het kacheltje brandt. De vlammen komen gewoon de kachel uitzetten. Kijk dan. Wel gezellig dit hoor. Nelly is lekker aan het koken. Die heeft net de kikkererwten in de pan gegooid. Dit is de zoete aardappel. Lekker hoor. Goed bezig. Oh, daar gaat ook appel doorheen. Mm-hmm. Oké. Okay. Oh, lekker. Nou, de buurtjes gaan nu echt weg. Ze
Ze hebben net de lichte check gedaan volgens mij, dus ze gaan nu weg. Hondjes achterin. Doei! Ja hoor, daar gaat hij. Nou, nu staan we er nog alleen. Of alleen. Eén tapje. Blijft toch leuk om hem ook bij een ander te zien, of niet? Ja. Ja, hè? Ziet er dan toch weer anders uit. Terwijl het gewoon dezelfde caravan is, maar... Ja, gewoon leuk als je hem achter een andere auto ziet hangen. Zit jij nou te snoepen? Mhm. Of honger. Ja, hè? Spinazie erbij. Bij een kacheltje hoort natuurlijk een lekker wijntje. Dus die ga ik even lekker inschenken. Zo. Dinner is ready. We zien hier in de verte, ja, ik kan het met de vlogcamera echt niet filmen, maar er staat een heel groot edelhert. Er staan hier ook allemaal mensen. Iedereen die staat een beetje te kijken. Met een verrekijker, maar hij heeft een mega groot gewei. Het is gewoon, heel bijzonder. Ja, hij staat nu echt zo. Wauw. Wat doet hij joh? Hij zit nu met zijn gewei over de grond te schrapen. Hij ligt met zijn rug zo. Ik zie het. Oh, het is zo jammer dat we dit niet kunnen filmen. Ja, dat is echt jammer. Ja. Hij ligt nu met zijn kop, doet hij zo, over de grond. Schuur. Ja. Burrelende mensen. Burrelende mensen. Nou, ik denk, als dat edelhert wat wij net hebben gezien, ja, als dat gaat burrelen. Nou mensen, dat was een grote. Nou, we zijn alweer door de afwas heen. En foei, foei. Is niet te doen dit. Het waait ook altijd recht je snuffert in op een of andere manier. Mm-hmm. Ik heb de deur al dicht gedaan. Ja. Nou, we gaan nog even de vaat binnen in de kastje zetten. En dan gaan we even naar de... Nou... En dan gaan we nog even de vuilnis wegbrengen. Nou, en dan zijn we er toch? Ja. Kunnen we eindelijk even zitten. Wij hebben trouwens net afgewassen. En hoe wij dat altijd doen hier. Want hier zit natuurlijk een heel klein toiletgebouwtje dicht bij ons caravan. En verderop zit het grote sanitair gebouw. Maar bij het kleine toiletgebouwtje zit geen warm water. Dus Nelly die ging net afspoelen, die spoelt dan even daar altijd af. Even kijken hier bij dat gebouwtje. En dan spoel ik het af met koud water en zet ik de waterkoker aan. En dan wassen wij af bij de caravan. Ja, dan wassen we hier op de tafel eventjes af. Maar volgens mij gaat het regenen of niet? Wat is dit? Maar wat zei Ilona net tegen jou? Oh ja, volgend jaar komt er een boilertje bij die toiletten en dat fonteintje daar. En dan heb je daar dus ook warm water. Is wel dus top. Dat is echt top. Ja, ja, dat is top. Nou, wij zijn in de caravan beland, want het ging een beetje regenen. De kachel staat volgens mij nog aan buiten, maar nou ja, doe maar. En dat ding zit een beetje in de weg. En nou, Ali is nog even een half uurtje, zegt ze, ga ik nog even editen. Niet elke vlog is makkelijk in elkaar te editen. Nou, dat doet zij dus altijd.
En ik ga nog eventjes wat leuke reacties van jullie beantwoorden. Wij vinden het ontzettend leuk dat jullie, of veel van jullie, niet iedereen reageert, maar dat we reacties krijgen. We proberen iedereen een persoonlijk berichtje terug te sturen. En dat ben ik nu aan het doen. Onder het genot van een kopje thee. Daar zit ze hoor. Helemaal geconcentreerd. Ik kan me indenken dat niet iedereen weet wat editen is. Editen is gewoon een filmpje goed in elkaar monteren. Dat noem je editen. Nou, ik ga ook weer verder. Nou, we hebben precies, om precies te zijn, 10 minuten televisie gekeken. Ja. En mijn ogen vallen als klepjes. Dicht. Bam. En dicht. Ja, wij gaan lekker naar bed toe. Nou, jij had niet die behoefte, maar nee, ik wel. Ben klaar wakker. Echt? Ja. Nou, mm-hmm. Ik niet. Dus dan gaan we naar bed. Ja, nou ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad in de vlog. Ja, je ik kan moeder blijven zitten. Je zou wel moeten. Ik moet nu ook naar bed. Ja. Dan ga je maar lekker lezen. Ja, laat ik dat weer eens eventjes gaan doen. Want dat heb ik ook al een tijdje niet meer gedaan. Telefoon uit, lezen. Lezen, ja. 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 Nou, bedankt voor het kijken. Ja, doe een duimpje omhoog. Als jullie het leuk vonden. Doe een duimpje naar beneden als je het niet leuk vindt. Nee, doe dat maar niet. Gewoon een duimpje omhoog doen. Klaar. Ik vrees dat wij vannacht weer geen burrelende herten gaan horen. Want er loopt weer een wolf. Ja, we krijgen net een nachtkijker. Geen idee. Ja, er zit iemand hier op het veld. En die hebben een nachtkijker. Dus die kunnen precies zien wat er op het veld gebeurt. En maar ik kreeg, hoe dan? Ik kreeg dus net een appje. Misschien kan ik het wel even laten zien. Ja, de eigenaresse die zegt dat het te groot is voor een vos. Dus het is waarschijnlijk een wolf. Kijk. Je ziet die herten zie je ook wegrennen. En dat hele kleine stipje hier, dat is waarschijnlijk een wolf. Hier rent de zwijn net weg. Dat is ook wel apart, hè? Dat je dan met een nachtkijker alles kunt zien. Ja. Geen idee hoe zo'n ding werkt, maar ja, bijzonder. Ik vind het wel jammer hoor. Ja. Hi. Ja, oké. Okay. Nou, wij gaan lekker naar bed toe. Mensen, dankjewel. Mensen, dankjewel voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En we zien jullie bij de volgende vlog weer terug. Ja, gezellig. Doei. Doei.